FC Lisse nog steeds dus zonder overwinning. 1 puntje hebben ze. Excelsior 31 heeft er wat meer, staat op de 6e plaats. En dit is Uskuuk namens Excelsior 31. Een goede redding van Mark de Vries. Uskuuk, een van die mannen uit Rijssen die goed kan voetballen hoor. Overwicht voor Excelsior. Dit is leep geprobeerd. Bal daalt te laat. En keeper Mark de Vries is boos. En terecht. Naarmate de eerste helft vordert, komt FC Lisse wel beter in de wedstrijd. Combinatie. En een goed schot hoor van Jesper Beunk. De aanvoerder van de Lissenaren. Ja, dit is Dennis Demmers, de trainer van Excelsior 31, is niet blij. Van Ewijk is weer terug bij Lisse en is belangrijk. Messaoud! Hard, maar in het zijn net. Maar Lisse komt meer in de richting van het doel van Excelsior. De ploeg in het rood die trouwens wel heel gevaarlijk blijft hoor. Uskuuk is gevaarlijk, Narwold is ook zo'n gevaarlijke jongen. En hier aan de rechterkant Kevin Aman. Aman met Supersepa. Aman er voorbij. En de overtreding. De handen bij scheidsrechter O'Neill gaan wijd. Ten teken dat er niks aan de hand is. Maar een listig momentje hoor. Zo'n typisch oordeelt u zelf momentje. Geen penalty in ieder geval aan de andere kant van Ewijk. Met Lubbers. De hoogblonde verdediger uit Rijssen. Van Ewijk is er handig langs. En gaat dan ook liggen. En ook hier geen penalty. En Lubbers zegt, ja, ik ben gekke Henkie. Van Ewijk laat zich opzichtig vallen. Geen penalty. En het blijft dus 0-0. In een aantrekkelijke eerste helft. Van Ewijk weer probeert de combinatie. In tweede instantie. Ja, hij is verdraaide handig met een bal. Lubbers heeft het moeilijk. Bovendien het overzicht bij Van Ewijk. Messaoud. En nou. Rosink. Via de lat gaat hij er dan uit. Anders was het een eigen treffer van die verdediger van Excelsior. Narwold aan de andere kant. Een goede ingreep van keeper de Vries. Misschien ruimte voor een counter. Moeten ze snel zijn de Lissenaren. Messaoud. Beunk. Oh, dit is listig, Beunk. Narwold. En dan is het dat wij als goed staat op te letten. 0-0 de ruststand. Beginfase tweede helft. En een kopballetje van Maurice Bartels. De verdediger van Excelsior. Wordt een hoekschop. Genomen door Narwold, die eigenlijk alle spelhervattingen neemt. En opnieuw Bartels met het hoofd. En de Vries kan rustig pakken. Dit is goed. Biedt mogelijkheden. Van Ewijk. Ja, dat is ook goed gezien. Zijn collega aan de andere kant lukt het net niet. En ook bij Van Ewijk gaat hij er niet in. Maar had wel oog voor de positie van keeper Kok. 0-0 en Lisse wordt beter. Waar is de ruimte? Ze verdedigen compact, Excelsior. Nu dan misschien. Goed schot van Messaoud. Keeper Kok kon klemmen. Maar het is steeds meer Lisse dat komt. Goede actie dit en de kopbal. Nee, Messaoud gaat tegen de vlakte. Lijkt geraakt. Ja, hoofd tegen hoofd, zo lijkt het. Doet even pijn. Maar de scheidsrechter heeft iets anders gezien. Wat dan? Praat met de grensrechter. Dit is het moment. Ja, niet echt goed te zien wat er nou gebeurt. Maar scheidsrechter O'Neill die weet het wel hoor. Die geeft een strafschop aan FC Lisse. Ja, dan zijn de rapen uit Rijssen, die zijn gaar. Protesteren van Siemelink, die krijgt een gele kaart. Die had in de eerste helft al een gele kaart.
Dat realiseert O'Neill zich ook. Siemelink dus naar de kant. En een penalty voor FC Lisse. Kantelpunt in de wedstrijd. Ja, de protesten die blijven. En Van der Laan moet dan het hoofd zien koel te houden. Michael Van der Laan. Contra Kok. En Van der Laan is de winnaar. Speelt zijn 151ste wedstrijd voor FC Lisse. Kreeg ook een bloemetje voorafgaand aan de wedstrijd. Excelsior met 10. En dat levert gaten op. Ramic. Ingevallen voor Van Ewijk. Speelt die bal hier te ver voor zich uit. Had veel meer ingezeten. Maar dat weet hij zelf ook. Narbold gaat neer. Weber mag verder. Weber, die rechter verdediger, die speelt een fantastische wedstrijd. De Van der Wiel uit Lisse wordt hij genoemd. Dit is een mogelijkheid voor Van Wieringen. Goed uitgevoerd hoor, die counter. Het begint eigenlijk met Weber die de bal ontfutselt. Dan is het Ramic die het goed doet. En Van Wieringen met de 2-0. Dit is een wissel. Barry Tjeertes komt in het veld. Messaoud gaat eruit. Op het moment dat Lisse een vrije trap mag nemen. Daar komt de vrije trap. Op het hoofd van Tjeertes. Ja, dat is nog eens een wissel. 1 seconde in het veld. En dan scoren. 3-0 voor FC Lisse. Ja, als je een beetje humor hebt, dan haal je die Tjeertes er meteen weer uit. Maar goed, Salder laat hem staan. En terecht natuurlijk. 3-0 voor FC Lisse. Wedstrijd gespeeld. Excelsior probeert het nog met Narwold. Is er nog ruimte voor een treffer? Dit is een aardige actie. Redding van de Vries. En ook in tweede instantie redding van de Vries. Lisse wint. Breekpunt was natuurlijk die penalty. Nou, voor mijn gevoel was het een handsbal. En Mo Messoud wil hem inkoppen. En volgens mij zit die verdediger met zijn hand aan, waardoor hij niet op goal kon koppen. Dus volgens mij is dat een penalty. En dat de scheidsrechter twijfelde, ja, dat is omdat hij toch even keek hoe de situatie afliep volgens mij. Maar volgens mij was het voor de grens en voor de scheidsrechter zo klaar als een klontje. Vanuit mijn positie was het ook hands, maar het zou me verbazen als vanavond anders uitwijst op tv.